Koffie kijken met Ron Vergouwen. Ja, de cadeautjes zijn uitgepakt, het hooi is uit de schoen. We zijn misselijk van de pepernoten. Kortom, Sint is weer het land uit. En dat lucht best een beetje op, kan ik u zeggen. De journaals gebruikten deze week elk minuscuul onderzoekje om nieuws te maken rondom dit kinderfeest. Ondanks de discussie boeken we bij de Sinterklaascentrales nauwelijks minder zwarte pieten. Sinterklaas wordt bijvoorbeeld wel erg vaak gevierd. Als Sinterklaas en op de hockeyclub komt en op school komt en bij de boekhandel om de hoek en ook nog bij Elp en Oma. En het weekend inderdaad moet de Sint rekening houden met onstuimig weer, vooral zaterdagavond. Uit dat onderzoek blijkt dat kinderen een zwarte piet helemaal niet associëren met mensen met een donkere huidskleur, meer met clowns of fantasiefiguren. Hoe lang duurt het totdat de zwarte pietentraditie is veranderd? Ja, voor de kijker blijkbaar toch aantrekkelijke televisie. Ook het Sinterklaasjournaal leeft mee op die hype natuurlijk. En dit jaar is er een grote dank verschuldigd aan één van de pietjes in het journaal. Pietje paniek, het zal weer niet, ja. Is er iets... Nou, we hadden een afspraak met de huispiet, maar die is er niet. Paniek! Nee. Geen paniek. Ja, maar hij is nu ook weggelopen. Dat is toch wel een probleem? Paniek! Ja, en ook bij de volwassenen was het de laatste de weken ouderwets hashtag ophef met Sinterklaas televisie. De Zwarte Pieten discussie was dus dit jaar iets minder hevig, totdat bij RTL Late Night het vuur weer oplaaide door de komst van een CNN documentairemaker over Black Pete. Did you have any idea how the reactions would be when you started to make this documentary? People are passionate about this subject. Racism is racism and it's wrong. It's wrong no matter... And I think that it has to... Wacht even, zullen we afspreken dat niet bij iedere zin wordt geklapt? Want anders kunnen we dat gesprek liever niet doen. Dus laten we gewoon luisteren wat hij te zeggen heeft. Dus misschien makkelijker dan iedere keer te onderbreken voor applaus. Ja, en de vraag was natuurlijk of Umberto zichzelf ook in de discussie zou mengen. Nou, hij deed het wel, maar heel subtiel. Vroeger was het nog zo dat je dat Zwarte Piet sprak ook nog met een soort Surinaams accent, hè? Ik ga je die zak stoppen. En dan keken wij als kind als van, waarom praat hij zo? Hij komt toch uit Spanje? Of wat ouders ook zeiden, pas op, daar komt Zwarte Piet aan. Dat zijn geen leuke dingen. Ik vind het niet leuk om te horen, ook al ben je zo zwart als roet, ik meen het toch goed. Maar ik zeg, laten we cool blijven in het hoofd, warm in het hart. Ja, en verder is het Sintfeest altijd weer een excuus voor een hoop hysterie op de buis. Allereerst Sint bij Paul de Leeuw. Hallo allemaal! We zijn sowieso blij dat u bent gekomen. Gelukkig maar. Maar wie hebt u nou meegenomen? Tieten, tel je een beetje... Je kunt zien dat het koud is buiten, meneer Paul. Ja, maar dit is wel niet normaal. Het is een kinderfeestje, Sinterklaas. Ja, en gisteren voor het eerst niet één, maar twee Sinterklaasconferences. Een traditie die vooral is ontstaan omdat er voor al die cabaretiers op oudejaarsavond geen plekje was op de buis. Op NPO 3 was er eerst een redelijk subtiele voorstelling van Martijn Koning. Er was laatst een interview met een vluchteling. En die zei zo van, ik zit hier al 2 weken in een kamp. En we krijgen elke dag hetzelfde te eten. We krijgen elke ochtend een boterham met kaas. Wie eet nou elke dag een boterham met kaas? Ik zag gewoon heel Nederlands zo'n klein beetje zo... Wij eten elke ochtend een boterham met kaas. Ik weet niet hoe snel ze onze gewoontes gaan overnemen. Maar goed, misschien dat ze op zijn minst kunnen besnijden met een kaasschaaf of zo. Dat het in ieder geval een beetje die kant op gaat, toch? Ja, en bij concurrent RTL 4, precies daarop aansluitend... Kijk, zo kan het ook, heren zenderbazen. De grappenmaker die deze traditie ooit heeft bedacht... de iets grover gebekte Javier Guzman. Als we toch weten dat bejaarden massaal doodgaan... bij een temperatuur van 25 graden of meer... hoe kan er dan nog vergrijzing zijn? Het is 3 dagen stoken en we zijn vrij, mensen. Tja, het is maar goed dat de kinderen gisteravond druk bezig waren met hun nieuwe speelgoed. Want het was niet echt een familieavond met Guzman. Bij IS snap ik het gewoon helemaal niet. Je mag wel mannen onthoofden met een bot mes, vrouwen een clitoris afsnijden... mannen in een kooi douwen en in de fik steken. Maar als iemand aan je vraagt, borreltje? Nee, anders ga ik gekke dingen doen. Weet je? Ja, het is toch een heel andere invulling van het gegeven. Het heerlijk avondje is gekomen. Maar goed, Sint is op het scherm dus ook steeds meer een feest van tv-tradities geworden. Zoals bijvoorbeeld deze tot op het bot uitgemolken blooperband. 5 december nadert en dus duiken er op YouTube weer nieuwe Sint-bloopers op. Hier is het zadel van de Goedheiligman niet helemaal goed vastgemaakt. En het is inmiddels traditie, de kopspijkerscompilatie van Sint-bloopers. Het is elk jaar weer volop genieten. Ja, ik
geef toe, ik heb ook even moeten lachen. Maar ik ben toch ook blij dat die Sint weer het land uit is. En... oh ja, natuurlijk. Krijgen we dat weer. Het houdt nooit op, hè. Kassie kijken met Ron Vergouwen.